Ben Neville en geboren en getogen in Amsterdam. Ik ben half Turks, half Indonesisch. We hebben inderdaad afgelopen jaren meegedaan met de Turkse boot tijdens de Amsterdamse Gay Pride, botenparade. En dat was een groot succes. We hebben heel veel plezier aan beleefd. Ik vond het nodig om mee te gaan met zo'n Turkse boot tijdens de Gay Parade, omdat ik en vele anderen met mij daar zin in hadden. En we vonden dat de tijd is dat er een Turkse boot meegaat, om in ieder geval de 22.000 gezichten van Turkse LHBT'ers die wonen in Nederland een gezicht te geven en een stem. Oké, wat was de issue? Ja, maar ga je nou mee of niet? Ik hoop het wel. Ik weet het echt niet, man. Je klinkt nog angstiger dan een homo of een lesbo zelf, heb ik het idee. Terwijl je het zelf niet eens bent. Ja, sterk en rebels toch wel. Dus voor jezelf durven kiezen. Dus voor je eigen dromen te gaan en je eigen geluk te gaan kiezen. Dan moet je daar echt heel sterk voor zijn, ja. We hebben heel veel reacties erop gekregen, duizenden positieve reacties. Maar helaas, waar we ook wel rekening mee hebben gehouden, is dat we ook negatieve reacties hebben ontvangen. Gelukkig is dat wel beperkt gebleven via internet, dus niemand is persoonlijk bedreigd. Wel via Facebook, omdat ze dus dan een foto hadden geplaatst dat hun vrienden dan weer zeiden van goh, wat doe je op zo'n boot, wat heb je daar te zoeken, ben je een homo-vriend? Maar gelukkig is dat tot daar dus beperkt gebleven, ja. Ik heb de organisatoren van de Turkse boot een aantal weken voor en na de botenparade gevolgd. En natuurlijk op de dag zelf. Dus we zien de organisatie en alles wat ermee gepaard ging vooraf. Dan het onwijs grote feest van de dag zelf. En uiteindelijk ook de nasleep met ook de bedreigingen en de minder leuke dingen die erbij kwamen kijken. Maar die zijn wel relevant voor het verhaal natuurlijk. Ik heb vorig jaar een film gemaakt, die heet I'm Gay and Muslim. En die is in Marokko gemaakt, opgenomen. En die film is veel vertoond in Amsterdam en daar ben ik heel blij om. Maar ik kreeg van sommige mensen ook te horen van, het is toch wat verhaal van Marokko. En toen kwam de aanleiding van de Turkse boot. En toen dacht ik, nou, dit is een perfect verhaal om te laten zien hoe wij hier in Amsterdam met het onderwerp homoseksualiteit omgaan. En homoseksualiteit in etnische kring en in dit geval dus in de Turkse kring. En ik was heel erg blij dat ik de mensen van de boot mocht volgen. We zijn voor de documentaire van de Turkse boot een crowdfunding campagne gestart op cinecrowd.nl. Daar kan men een donatie doen. En bij de grotere bedragen heeft men het voordeel dat het belastingaftrekbaar is. En goed, elke gift is welkom. En daartegenover hebben wij natuurlijk voor de donateurs ook een leuk presentje voor tegenover. We hebben gekozen voor Paradiso als locatie voor de première, omdat het een grote locatie is waar we heel veel mensen in kwijt kunnen. En het is natuurlijk laagdrempelig. Ik denk dat de Turkse doelgroep graag in Paradiso komt. We kunnen daar 450 mensen in kwijt en na afloop kunnen we een mooie afterparty organiseren met Nederlandse en Turkse DJ's. Dus dit was al met al voor ons een goede reden om de première in Paradiso te gaan houden. De voorverkoop voor de première in Paradiso is inderdaad al begonnen. Dus we verwachten binnenkort dat de film gaat uitverkopen. Maar niet getreurd, want de film gaat later in de maand, in maart, ook nog een aantal keer vertoond worden in het Ketelhuis tijdens de Roze Filmdagen. En ongetwijfeld ook later nog elders in het land. Maar vooralsnog is het dus première op 4 maart en dan nog een aantal vertoningen bij het Ketelhuis tijdens de Roze Filmdagen.